Een man die met heel zijn hebben en houden over straat loopt in een oude kar. Het zijn Amerikaanse toestanden. Misschien iets voor de grote steden, maar in Os zie je het bijna nog niet. De vraag is hoe deze goede man heet. Johnny Times. Johnny Times. Johnny, hoe kom je in... Met het treintje. Ik ben helemaal gek van spoor. Je bent helemaal gek van... Maar hoe kom je nou in Os terecht? En waarom in Os? Met de trein, gewoon lekker gezellig, een mooie omgeving. Ah, ja. Ik weet de route hoe ik kan lopen. Ja, ja. Hoe lang ben je nu al in Os? Vanaf maandag. Vanaf maandag? En waar slaap je dan? Bij een bedrijf achter. Bij een bedrijf? Onder de fietsenstalling. Onder de fietsenstalling, waar ergens? Als je richting de Grote Kerk gaat. Ja, ja. Bij het bejaardencentrum aan de Hoe kom je nou in Os terecht? Voor all places, want wij kennen hier bijna geen zwervers. Vroeger is hier een krantartikel begonnen door Stella Braam. Ja, ja. 15 april 1999 was dat. Ja, ja. Toen heb Stella voor het NSO Zandblad gewerkt. Ja, ja. Ja, er zijn kaartvragen geweest over een uitkering. Ja. En zodoende heb ik een OVA-kaart gekregen. Ja. En daar geniet ik van. Ja, af en toe aan de wandel, af en toe de trein nemen. Ja, ja. En hoe lang blijf je nog in Os? Dat weet ik niet. Nee. Ik ga nu richting het andere spoor op dat veldje. Ja, ja. Ik lekker rustig zitten eten bakken. Ja, ja. En er is niemand die voor jou voor een huis kan zorgen, of wil je dat niet? Red ik niet meer. Is te duur. Ja, ja. Maar hoezo? Waar gaat al je geld naartoe dan? Naar de NS of via account. Ja, ja. Okay. Ik krijg 75 euro leefgeld. Oké. Okay. Daar moet ik mijn gas van halen, mijn drinken van halen, mijn eten van halen. Ja, ja. Oké. Okay. Maar hoe slaap je dan? Want je hebt alles bij je. Je bent helemaal zelfvoorzienend. Dekbed bij me, slaapzak bij me. Daar heb ik van de luchthaven meegenomen. Ja, ja. Oh, daar kom je dus ook op Schiphol? Ja, ja. Daar heb ik 12 jaar gewoond. Oké. Okay. Dat is succes! Ja, dank je. Houdoe! En daar gaat hij, Johnny met zijn kar.